Beste studenten, de kop is eraf. De eerste ontwerpopdracht is klaar. Het is denk ik heel goed gegaan. Ik heb van alle groepjes gezien dat ze iets ingeleverd hebben. Ik heb bijvoorbeeld gezien dat Lennart Lego gebruikte om zijn krachtsensor mee door te kunnen meten. Ik heb gezien dat Jacob een hele mooie donkere doos had gemaakt om zeker te weten dat zijn lichtsensor alleen maar het licht van de led die hij gebruikte kon zien. David heeft, behalve dat hij zijn sensor gecalibreerd heeft, ook de extra gedaan dat hij daadwerkelijk de toepassing gemaakt heeft. En bij hem kan je zien of het glas half vol of half leeg is. En tenslotte, deze zag ik langskomen in het groepje van Filip, Ilse en Ruben. Was het, behalve dat er hard gewerkt werd, ook heel erg gezellig. Ik heb relatief weinig vragen gehad vandaag. Dat doet me goed. De TA's hebben heel veel afgevangen. Dank voor alle TA's die dat gedaan hebben. De vragen die er langskwamen gingen helaas wel heel vaak over het goed lezen van de opdracht. De opdracht vandaag was qua tijd redelijk goed te doen. De opdrachten komende weken worden steeds groter, steeds complexer. En dan is het een probleem als je door verkeerd lezen op een verkeerd spoor zit. Lees dus altijd heel goed wat de opdracht is en kijk natuurlijk goed naar de video's waarin we die uitleggen. Het was de eerste keer voor mij om met Focareum te werken. Ik merkte dat jullie daar heel veel ervaring mee hebben. Dat zorgde ervoor dat het heel soepel ging. Ik vind het eigenlijk best wel een mooi platform. Het is niet altijd super snel, maar samenwerken online in een notebook is toch wel echt een stuk beter dan wat we vorig jaar deden, dat iedereen notebooks heen en weer mailde. Dus dat is wat mij betreft gelukkig een verbetering. Wat wel even een belangrijk punt is, wat een paar keer misging bij sommige groepjes. Je kan er met z'n allen tegelijk naar kijken, maar dan kan maar één iemand eigenlijk editen. Want als je tegelijk edit en dan allebei save, dan krijg je verschillende versies en dan gaat die missen. Dan moet je reloaden. Dus één van de twee het werk kwijt. En dat is zonde van je werk. Je moet dus als je samenwerkt in Focareum wel even zeggen: oké, nu ga ik dit veranderen. Dan verander jij dat en dan zeg ik: oké, nu ben ik klaar met dit veranderen. Dan kan de volgende aan de slag. Dat vergt enige coördinatie, dat vergt samenwerken. Nou, en ook dat ging vandaag erg goed. Ik ben blij dat gezien te hebben. Omdat de opdracht klaar is als die werken en je hem ingeleverd hebt, betekent dit ook dat het voor jullie nu klaar is voor Dev tot in ieder geval maandagochtend als we weer het college hebben. Dat gaat dat keer over fabricagetechnieken. Dus ik ga jullie dan pas weer zien. Voor jullie is het nu even klaar met Dev, kan je je focussen op andere vakken. Als je nou denkt, waar doen we dit Dev eigenlijk voor? Ik heb bij veel groepjes verteld over hoe deze opdracht relateert aan hoe je heel vaak als natuurkundige zelf even zo'n test moet doen. Is deze sensor geschikt? Kan ik dit hiervoor gebruiken? Hoe je vaak je eigen dingen moet kalibreren. Maar de skills die je nu opdoet, de vaardigheden die je opdoet bij Dev, gaan natuurlijk verder dan alleen maar het kalibreren van een sensor gaan, over het maken van opstellingen. En ik zag echt een geweldig mooie video langskomen gisteren van een van mijn favoriete YouTube-kanalen, Stuff Made Here, over een natuurkundige die een poolkeu, om mee te biljarten, gebouwd heeft die automatisch het goede schot neemt. Nou, voor degene die af en toe bij de VVTP in het gebouw van natuurkunde geweest zijn, dan weet je dat daar die pooltafel staat. Is cultureel het centrum van de technische natuurkundeopleiding misschien wel een beetje. Dus ik vond het heel leuk om deze even met jullie te delen. Ik heb daarvoor een YouTube-kanaal gemaakt, Dev Inspiratievideo's. Ik zet deze erin. Als er de komende weken, maanden nog meer leuke dingen langskomen waarvan ik denk, ah, dat maakt mij vrolijk en dat doet mij aan het vak denken, zal ik ze erin zetten. Als je zelf video's langs ziet komen waarvan je vindt dat je studiegenoten die moeten zien omdat ze op de een of andere manier relateren aan het vak Dev, stuur dan een mailtje naar DevTNW met de link. En als ik ze ook gepast vind, dan zetten we ze lekker erbij. Kunnen we elkaar inspireren met mooie projecten die we mogelijk later zelf maken, namaken of aanpassen. Nou, voor jullie is Dev nu klaar. Wij gaan hard nakijken. Voor het weekend hoop ik de cijfers van de eerste ontwerpopdracht met jullie te kunnen delen, inclusief natuurlijk de feedback. Jullie zie ik maandag weer bij het college en de woensdag daarna bij de tweede ontwerpopdracht. Alvast midden in de week toch een heel fijn weekend.